Hey kijkers van UpperPlays, welkom bij deze eerste QA shit. Oh ja, jullie weten wel wat ik bedoel. Uh, we gaan gewoon meteen beginnen. QA is trouwens uh, question and answer, en dat betekent gewoon vragen en antwoorden. En ja, dat ga ik dus doen. Gewoon jullie stellen mij vragen. Je mag zelfs nadat je deze vragen hebt gezien nog meer vragen stellen in de reacties. Doe dat zeker trouwens. Zodat ik uh, meer afleveringen kan maken. En ja, als er geen vragen zijn, dan komt er gewoon geen meer afleveringen. De eerste vraag is: waarom ben je begonnen met YouTube? Um, ja, gewoon. Omdat de oude... Ja. Waarom ik echt ben begonnen met YouTube is omdat de oude YouTube-sfeer weg is. Uh, als... Tegenwoordig is YouTube-editing en, en... Je moet... Je moet zo... zo ik weet niet, sa saai worden of zo. Ik weet niet hoe ik het kan vertellen. De oude sfeer is weg. Het oude YouTube-sfeer. Zo. zo. Ongeknipte video's. Zo. En YouTubers iets echt voor de fun doen en niet voor het geld. Zo. dat. Dat is gewoon weg en dat probeer ik terug te brengen in YouTube. En ja, ik hoop dat, ze, dat deze vraag dan goed is beantwoord voor jullie. En ja, ik vind het leuk om mensen te vermaken. Dat is wel een van de belangrijkste ook. Twee. Heb je werk naast YouTube? Um, ja, ik ga naar school, maar ik werk wel eens. Ik, maar het is niet echt werk met een loon. Snap je? Het is gewoon, ik doe het omdat ik het leuk vind. Omdat het omdat het kan. Omdat, uh, ja. Mijn ouders hebben, zeg maar. Oh ja, mijn vader heeft een, een, een autobedrijf. En ja, ik help daar dus gewoon soms eens met auto's maken en verkopen. Maken kan ik niet echt. Ik leer dat nog. Maar ja, dat. Oké. Okay. Verkopen doe ik wel meer. Um, de derde vraag is: ga je ooit stoppen met YouTube? Iedereen stopt wel eens met YouTube. Maar waarschijnlijk ga ik er heel lang mee doorgaan. Ah, mijn zesde vraag is aan het burnen. Ja. Um... <laughs> um, yeah. Iedereen stopt ooit wel eens, hè. Ik blijf niet voor eeuwig leven. Ik word ook oud, maar ja, ik zal wel proberen zo lang mogelijk door te doen. De vierde vraag is: wat is je doel om in 2021 te halen met YouTube waarschijnlijk? Mijn doel is, in 2020 was het eerst 1000 subs halen. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik ga wel proberen. Maar het doel nu is geworden 500 subs. En dan volgend jaar 1000. Dat, ik denk wel dat dat een beter. Uh, Idee is. Ja, misschien eigenlijk de 1000 nog wel dit jaar. Stel je voor, man, joh, ik zou vies blij zijn. Maar ja, dan heb ik die vraag ook weer gehad. De vijfde vraag is: uh, hoe oud ben je? Ik ben 17. Uh, ik, ben, ik ben verjaard op 15 september 2003. Uh, ja, dan weet je dat ook. De zesde vraag is: wat ben je van plan als je de 1000 subs haalt? Weet je, ik, ik wil wel een setup reveal doen, eigenlijk. Als ik de 1000 subs haal. En er is een heel groot project wat ik, wat ik wil starten. Als ik de 1000 subs haal. Het is een roleplay-idee. Um, ja, verder ga ik er niet veel over vertellen. Maar het is echt een groot, pro echt een groot project. Ik heb echt 100, 100 mensen nodig die Minecraft hebben. die daar mee aan kunnen doen. Het is echt een groot project. Um, dus ja, dat. Ik pak even dit op en kijk. Kijk hoe cool. Hé, kijk. Dat gaat weg. Hé, hey, mijn, mijn, mijn dingen. Je weet wel. De zevende vraag is: Wanneer face reveal? Ik denk niet dat ik ooit een face reveal ga doen. Ik weet het niet. Heel misschien zou het ooit nog kunnen. Maar ik... laten we zeggen dat ik het nooit ga doen. Laten we het daarop houden. Um, de achtste vraag is: Wat heb je liever, YouTube of Minecraft? Dat is echt een goeie man. Het is echt moeilijk, want op YouTube zet ik heel veel Minecraft. Ik doe liever YouTube dan Minecraft, denk ik. Want op YouTube moet ik alsnog nog Minecraft spelen. En dan op YouTube plaatsen. Ik zou Minecraft minder leuk vinden als ik het niet op YouTube kon plaatsen, denk ik. Dus ja, dan YouTube. Ik vind YouTube fijner dan Minecraft. Ik weet het niet, hoor. Oh. <laughs> ik, ik ga voor YouTube, ik ga voor YouTube. De negende vraag is, hoe ben je op de naam Alper Place gekomen? Ja, die Geko is trouwens uh, gekomen, maar ja, het bordje zat vol. <laughs> um, hoe ik op die naam ben gekomen is. Nou ja, heel veel uh, YouTubers in de tijd. Ik kom nu maar op één naam: Preston Place. Ah ja, ja, dat was het. Preston Place is de enige die ik me nog herinner. Maar heel veel YouTubers die Minecraft spelen hadden zo Place achter hun naam. Met een Z. En ja, vandaar dat ik. Uh, gewoon ook een place achter mijn naam heb gezet. En dat klinkt wel logisch. Dus het, als je het vertelt, is het uiteindelijk al per place. Maar place schrijf je met een S en niet met een Z. Maar die Z is gewoon cooler. Laten we dat, EF, serieus, die Z is cooler dan die S. Ja? Laten we daar niet over discussiëren. Um, dus ja, vandaar. Ik heb het wel beantwoord, toch? Ja, gewoon omdat heel veel Minecraft-YouTuber's het hadden. Dus ja. En de laatste vraag, de tiende vraag: Hoe lang speel je Minecraft? Um, ik weet het echt niet, eigenlijk. Ik heb op 1,7 nog gezeten, daar ben ik zeker van. Ik speel Minecraft sinds dat ik 7 jaar ben, denk ik. Dus ik zit er al 10 jaar op, denk ik. Joh. Ik speelde Minecraft Demo op de, op, de, op de iPad, dacht ik. Nee, niet op de iPad, op de tablet. In 2000, hoeveel was dat joh? 2010 of zo. Speelde ik Minecraft, ja. Ongeveer zoiets. Dus ja, ik speel al, oh nee, het is al elf jaar dan. Dit jaar wordt de elfde jaar dat ik speel. Wow, ik, ik ben er al heel lang in. Laten we het daarop houden. Um, ja, ik hoop dat jullie deze Q&A leuk vonden, jongens. Uh, vergeet alsjeblieft niet voor de mensen die vragen hebben van Albert doet die voor mij. Um, uh, dat, dat je dan de reacties achterlaat. Um, ik heb wel al de vragen voor de tweede aflevering al ingeboekt, zeg maar. Dus het zal wel voor de derde zijn, waarschijnlijk. De vragen die jullie hebben. Ik wil jullie voor nu uh, bedankt voor het kijken en tot de volgende Q&A video en of gewoon een andere video of een livestream of een première. Je weet nooit. <laughs> Hou je goed en zoals altijd. Later.